Goedemorgen, dit is het weerbericht van Weerplaza.nl van 26 september. Veel bewolking boven de Noordzee en het westen van ons land en dat breidt zich in de loop van de dag geleidelijk oostwaarts uit. Dat gebeurt vanochtend al. Op steeds meer plaatsen valt vanuit het zuidwesten ook regen en daarbij temperaturen rond een graad of 15. Met name aan zee waait het stevig, krachtig uit het zuidwesten tot westen. En in de loop van de middag kan de wind soms eventjes hard zijn. Daarbij valt op de meeste plaatsen nog enige tijd regen. Maar in de loop van de middag wordt het uiteindelijk van het noordwesten uit op steeds meer plaatsen droog. Dat gebeurt pas vanavond in het oosten en zuidoosten van het land. En de maximum temperatuur komt op de meeste plaatsen rond 18 graden uit. Morgen dan hebben we af en toe wat ruimte voor de zon, maar verspreid vallen ook een paar pittige buitjes. Met name in de noordwestelijke helft kunnen die buitjes gepaard gaan met zware windstoten en lokaal ook een klap onweer. Er is wel iets minder wind dan vandaag, matig tot vrij krachtig. Zaterdag en zondag blijft het stevig baaien. Met name later op de zondag is veel wind mogelijk. Zaterdag is het wisselend bewolkt met verspreid in enkele bui. Zondag kan regionaal weer veel regen vallen. Temperaturen dan rond de graad of 17. Na het weekend blijft het wisselvallig, maar is het wel een paar graden koeler. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.